Badminton Oost, Promotie Oost, die organiseert een badminton toernooi, toptoernooi, waarin we proberen dus Eredivisie spelers tegen eerste, tweede en derde divisie spelers te laten spelen. En dus de eerste, tweede en derde district spelers die spelen om een finale plaats tegen de Eredivisie spelen. Waarom doen we dat? We willen graag hier het badminton hier in het Oost gaan promoten. Ik vind hier dat de badminton op zichzelf nog op een kleine schaal ligt. En dat moet echt groter worden. Mijn rol in deze organisatie, ik ben dus door Jimmy en Michael benaderd om ook meer te helpen organiseren met dit toernooi. Nou, ik fungeer eigenlijk als een soort vliegende kiep. Straks ook tijdens het toernooi, dat ik in principe ja, van alle taken niets af weet en daar waar nodig is ook ondersteuning kan bieden. Wat ik op dit moment doe is ook gewoon helpen met het organiseren. En natuurlijk zorgen dat de financiële haalbaarheid van het toernooi ook gewaarborgd is en dat we niet straks met een deceptie komen te zitten. Het toernooi die wordt om Sebastian Lee, Jonathan Lee en Marco de Jager, daar wordt die elk omheen georganiseerd. En zorgen dus dat er ook spelers uit het Westen de uitdaging aandurven om tegen onze toppers te spelen. En verder wil ik ook nog even zeggen dat we natuurlijk wel ondersteuning krijgen van de vereniging hier in de omgeving. Dat is dan BC Flits, Badminton Almelo, BC Kwiek, Shuttle, BV Icarus en BC Holten. Die ondersteunen ons zeker en ik hoop dat er meer verenigingen komen die ook de behoefte hebben om ons hier wat te ondersteunen hierin. En dat we dan dit kunnen herhalen. Ik ben buurtsportcoach, passend sporten bij sportbedrijf Almelo. En vanuit mijn functie ondersteun ik Badminton Promotie Oost bij de organisatie en de uitvoering van het passend badminton toernooi, het para-badminton. Ik ondersteun de organisatie in de uitvoering en in het maken van een deelnemerslijst en het opstellen van de wedstrijden. Het eigenlijke idee was om een inclusief toernooi op de vierde te maken. We hebben nu een extra toernooi op de vijfde, op zondag 5 september, erbij aangemaakt. De ambitie bestaat wel om het volgend jaar inclusief te gaan aanbieden. En er komen badmintonners op af die een beperking hebben in de breedste zin van het woord. Dus dat kan een rolstoel zijn, maar dat kan ook autisme zijn. En voor ons als sportbedrijf is dit een hele mooie oefening om zo'n toernooi te hosten. In het kader van de Special Olympics Nationale Spelen volgend jaar. Dat is 10, 11 en 12 juni. Is dat ook hier in de ISPA. Dus badminton samen met turnen. Maar dan kunnen we nu mooi oefenen. Zien wat het inhoudt. En wie erop afkomt. Ja, je kan zeker nog wat aantal spelers gebruiken. En vooral Eredivisie spelers. Ze kunnen zich aanmelden bij toernooi.nl. En wat jeugdspelers. Op het moment hebben we 70 inschrijvingen. We willen graag naar 90 à 100 spelers. Dat zou heel mooi zijn als dat gehaald gaat worden. Ja.